FC Groningen verloor gisteren kansloos in de Grolsvesten met 5-0 van FC Twente. Bij rust stond Groningen al met 3-0 achter. De ploeg van trainer Erwin van der Looy mocht blij zijn dat de nederlaag niet groter uitviel dan 5-0. Marco, pijnlijk. Dat kun je wel zeggen. Dat is een goed woord. Gelijk al vanaf de eerste minuut leek Twente er helemaal klaar voor en jullie niet. Ja, daar heb je wel een klein beetje gelijk in. Twente is kwalitatief gewoon beter dan ons. Dat gevoel had ik in de wedstrijd ook, dat we gewoon 90 minuten lang achter de feiten aan hebben gelopen. En met onze rode kaart dubbel zoveel. Wat ging er allemaal mis? Ja, te veel. Vooral de overtuiging heb ik gemist van mijn team. Twee wedstrijden tot nu toe gespeeld hiervoor, waarin je veel de bal had, waarin je de bovenliggende partij was. Vandaag speel je, weet je dat je tegen een betere voetballer speelt, die waarschijnlijk wat meer de bal hebben. Ja, daar zul je andere dingen tegenover moeten zetten. Hè? Strijd, overtuiging. Nou, dat heb ik absoluut gemist bij mijn team. We hebben vanaf het begin niks te zeggen gehad. We hebben totaal niet gevoetbald, helemaal niks gedaan en we waren overal te laat. En het is gewoon zwaar terecht dat we hier hebben verloren. FC Groningen kwam overal een stap te laat en de verdediging had geen grip op de aanvallers van Twente. Er ontstonden daardoor ook gewoon geen duels op het veld. Ja, nou ja, ik vond dat we daar veel te angstig in waren. Een aantal momenten van doorstappen, wat gewoon veel beter kon. En dan kom je makkelijk in de duels. En een aantal keren had ik ook het gevoel dat we bewust niet in de duel haast wilden komen, leek het wel. Ja, want op een gegeven moment leek de ploeg ook heel duidelijk te hebben zo van, oh, het wordt vandaag moeilijk. En ik kreeg ook het idee dat de ploeg eigenlijk heel snel het idee had, we kunnen vandaag niet winnen. Nou ja, dat had ik eigenlijk vanaf minuut 1. En dat is eigenlijk het allerergste. Dus als je ergens in de wedstrijd dingen voelt, dan kan dat nog een keer gebeuren door allerlei omstandigheden. Maar als jij het veld opstapt en vanaf minuut 1 eigenlijk dat uitstraalt, ja, dan straal je dat ook naar de tegenstander uit. En die pikte dat goed op. En wat dat betreft zijn we gewoon op alle fronten afgetroefd. Ja, we were not sharp enough. We are not aggressive enough. So we were not enough. So that's why it was difficult to defend them. And we couldn't do anything. Nou, het stond bij ons natuurlijk ook niet goed. Twente heeft natuurlijk kwaliteit en op onze eigen helft moeten we gewoon druk hebben op de bal. En dat was totaal niet het geval. En je zag gewoon ook, we verloren heel veel duels. We waren overal te laat en dan loop je achter de feiten aan. Dus een meer dan terechte nederlaag? Ja, zeker. Zwaar onder de maat van onze kant en we hebben gewoon niks te zeggen gehad. Vlak voor rust kreeg Kappelhof rood na een gemakkelijk gegeven penalty van de scheidsrechter Wiedemeijer. Gelijk maar even naar je rode kaart. Wat gebeurde er precies? Nou, het is gewoon lage voorzet. Ik ga gewoon voor de bal. En we snijden elkaars pas af. En het is gewoon schouder tegen schouder. Dus helemaal niks aan de hand. En ik vind het gewoon een onterechte penalty. Ten eerste. Niet eens rood. Het is gewoon niet eens een penalty. Nou, ik zag op dat moment niet precies wat er gebeurde. Ik hoorde in de rust van Johan al meteen dat hij zei het was geen rode kaart. Het was niet eens een penalty. Ik heb de beelden teruggezien en hij heeft gelijk. Komende zondag komt AZ op bezoek in de Euroborg.